dit is alcoholvrij en dit is vegetarisch. Nou, dit is één groot feest. Nou, het is geserveerd. We hebben nog een portie gyoza besteld. We zijn er! Ja. Ja, het is een wijntour. Nou, wij zijn vandaag in Arnhem en wij gaan hier iets bijzonders doen. Ja, wij gaan namelijk de wijnspijstour doen. Dat is in verschillende steden in Nederland. Ja, je gaat dan 6 verschillende restaurants af en overal. Ja, eigenlijk drink je overal wijn met een hapje erbij. Wij zijn niet echt wijndrinkers. Nee. Maar ze hebben ook allemaal van die alcoholvrije opties en ook vegetariërs. Dus, ja, ik ben echt heel benieuwd. Het is echt helemaal nieuw voor ons. Ja. Dus superleuk. Restaurant nummer 1. We zitten hier midden in Arnhem bij restaurant Jansen, volgens mij. En het werd in 2 seconden al gereserveerd. Ja. Dit is een vegetarische carpaccio met courgette. Ja, en feta en tomaat. En ja, we zitten aan de wijn. We drinken eigenlijk geen wijn, maar het is een alcoholvrije wijn. Hij is wel echt heel lekker. Lekker zoet. Taste test. Lekker. Ja? Ja, allemaal courgette plakjes. Er zit wel heel veel smaak aan. Ze hebben ze echt mooi opgemaakt, hè? Ja. Het is ook echt druk, want normaal is het restaurant gesloten. Maar deze mensen komen allemaal voor de wijntour. Wow. Heel lekker warm dressing. De volgende is Café Arnhem. En dat is deze. Deze. Ja, we zijn hier dus nog nooit geweest. Dat is een beetje het idee, hè? Dat je zo'n plek komt waar je normaal niet komt. Ga je weer naar wijn? Alcoholvrije wijn. Misschien een alcoholvrije cocktail, dat vind ik wel leuk. Oh ja. Wat is je eerste indruk? Ja, ik vind het wel echt een mooie zaak. Heel chic is het. Een vrij hartig gerecht. Een eigen interpretatie op de Bos Bourguignon. Je krijgt helemaal een mooie uitleg erbij van hoe het allemaal is gereid. En wij zijn dus geen wijndrinkers, maar het zijn volgens mij wel echt professionals. De drankjes zijn geserveerd. Dit ziet er toch echt super mooi uit. Spicy, hè? Spice rose of zo, hè? Ja, en het past dus helemaal bij het gerecht die zo gaat komen. Dus... Oké, daar gaat-ie. Kijk hoe lekker is. Oh, ik vind het heel lekker. Het smaakt naar die ijsjes van vroeger. Weet je wel, van die waterijsjes. In zo'n plastic dingetje. Ja, deze. Waar smaakt het naar? Ja. Met daarom hier bladerdeeg. Oh. Afgetoefd met onze uitjes en onze Greenpeace. Nou, het gerecht is geserveerd. Oh, ik vind het er wel echt super mooi uitzien. Heel chic. Dit is dus vegetarisch. Er zit dus bladerdeeg omheen. En een saus van rode wijn. Hoe ga je dit eten? Eerst moet het door de saus, want die moet ik wel meenemen. Oh. Ja, dat is goed. Erin. Ja, ik proef van alles, maar het is super kruidig, knapperig. Ja? Groenten zit er van alles in. Wow, de saus. Rode wijn moet ik even aan wennen. Maar ik vind het heel bijzonder. Dit is Mana-san, Mina-san, de volgende. Mana-san. Mina-san. Mina-san. Bestaat cocktails en bites. Het lijkt rustig, maar... Oh nee, het is heel druk. Echt? Ja, oh. Er staan mensen in de rij. Oh my god, nee. Nou. We staan nog in de rij. Ja, het is een populair iets, de wijnspijs. Echt hoor. Maar je kan het in 70 steden doen, dus het is wel echt... Het is wel een heel leuk concept. 70? Ja, overal kan je dan allemaal in je restaurants. Je hebt 6 restaurants in één middag. Nou, je hebt in ieder geval geen keuzestress, want het wordt gewoon voor jou geserveerd hier. Ja, klopt. Het wordt zo voor je geschoven. Ik weet niet of je weet hoe het eruit ziet als Valerie keuzestress heeft, maar dat zie je nu. Of dit zijn echt stukjes? Ja, het zijn echt stukjes. Oh. Laatste saus. 5 minutes later. Ja, dus die saus is weer anders dan de pasta, ja, zeg maar. Aha. 2 hours later. Ik denk sowieso karamelblokjes. Mooi restaurant dit, hè? Oh, lekker! Ja. Ja, het
is een wijntour. Wij zijn meer latte drinkers. Dus we gaan even voor een lekkere latte tussendoor. Kijk, prachtig. Wat is het? Ik heb voor jullie onze knolse, de Capaccio. Ja. Ja. Oh, top. Dankjewel. Dankjewel. Het is de minst grote portie wel van die we tot nu toe hebben gehad. Ja, nou ja, misschien smaakt het wel heel lekker. Het ziet er wel heel mooi uit, vind ik. Knolselderij Carpaccio. Oké, okay. Je wordt heel charmant. Het is wel lekker, maar het is niet heel... Vullend. Zoals hiervoor hadden we echt zo'n lekker, echt een gerechtje. Dit is meer gewoon groente en that's it of zo. Oh, ik denk dat die man daar gaat zitten. De camera weg. Vergeet trouwens niet te liken en te abonneren. Zouden we heel leuk vinden. Yes. Wij zijn onderweg naar de volgende. Op zich, ik zit wel een beetje vol, maar nog niet dat ik denk van... Ja, het zijn allemaal echt kleine gerechtjes die gewoon prima zijn. Ja, nou, zeg net... een soort tapas. Ja, want tot nu toe vind ik het wel gewoon heel leuk dat je... overal binnenkomt en een hapje en een drankje. Ja. En ja, het is wel gewoon echt leuk als je nieuwe plekken wil ontdekken of zo. Ja, dat klopt. Het is nog 6 minuten lopen. Oh, hallo. Ja, ze noemen het ook een wandeltour, hè? Want nu zit alles super dicht bij elkaar, maar het idee is wel dat je door Arnhem wandelt. Oh ja, even Arnhem ontdekken. Het sneeuwt, bloesem. Oeh, vies weer. Ellende. Waarom ben je al niet net? We zijn er! Oh nee! Oh jee. Oh. Hier, volk. We zijn bij het volk. Het is best wel fancy. Het is met soja, truffel, crème en walnoot en mokka en 63 graden ei. Culinair, culinair. Fancy. Mmm. Oh, heel lekker. Oh, heel lekker. Ja, wauw. Dat is vlierbloesem. Ja, vlierbloesem met elderflower. Elderflower. Oh, wauw. Dat het alcoholvrij is. Ja, goed hè. Heel lekker. Nou, het is geserveerd. Gyoza en broccoli met een bepaalde dressing. Ja? Oh, wel warm. Heel lekker. Lekker. We hebben nog een portie gyoza besteld. Nog een portie gyoza. Ja. Het is een Italiaanse zaak, Donna Pazzo. Ik ben heel benieuwd wat te krijgen, maar de plek is echt top. Doet heel voor jullie gemaakt van bloedsinaasappel. Wat een rozenblaadje zit er erin. Oh. Met erin. Oh. Met rozenblaadjes er ook nog in. Alcoholvrije cocktail. Ja, lekker. We hebben meegenomen met een tartelet gevuld met verschillende soorten boetes. Zo. Oh, dit is echt een kunstwerkje. Echt hè? Wauw. Prachtig. Jeetje. Dit is een kwaliteit. Normaal. Ik weet niet of ik dit eerder zo heb gehad, zo bijzonder. Wow. Het is een soort doperwten, sausachtig iets met tarteletje, maar de smaken... Heel lekker, hè? Het is eigenlijk een, het zijn allemaal groenten, maar het is zo lekker. Maar kijk die kleuren. Echt lekker. Kijk hoe leuk. Dit is alcoholvrij en dit is vegetarisch. Nou, dit is één groot feest. Wauw. Nou, het weer zit niet echt mee. Regenachtig, maar dit is de laatste van de 6. Sky. Sky restaurant. Hallo. Ook wijnspijs? Ja, wijnspijs. Yes, dankjewel. Hier, kijk, dankjewel. Welke tent hier. Hebben we voor u een parelvort met een vegetarische kies,
tomberries en gegilde appelsien met een crisp van Emmentaler. Wow, echt mooi opgemaakt. Weer zo'n kunstwerk is dit, hè? Echt, hè? Okay. Moet ik jou niet een keer filmen als je een hapje neemt? Oh, dus voor wat is het nou? Ik weet het niet. Komt-ie. Lekker krokant. Ja? Het lijkt een beetje op wat we als tweede hadden. Bij kaststukken weer. Café Arnhem, dat weet ik nog. Oh ja, ook een beetje krokant. Ja. Dit vind ik niet normaal. Oh, wij wilden nog wat lekkers bij de thee. We krijgen gewoon allebei dit. Van zulke bonbonnetjes. Heerlijk dag mee afsluiten. Echt? Top service. Nou, dat was de wijnspijstour in Arnhem. Ja, 6 gangen verder. Maar ik vond het echt heel leuk om overal te kijken wat je krijgt en een kijkje binnen te nemen. Want normaal kom je daar ook gewoon niet, nee. Overal. Nee, en als vegetariër zijnde en dus geen alcohol drinken, vind ik het echt heel lekker. Ja, ze maken overal ook echt kunstwerkjes van. Dus ik zou zeker even kijken wat voor opties er allemaal zijn. Want er zijn meerdere steden doen ze dit. Ja, en dan gaan wij door en dan zien we jou weer in de volgende video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ja, en dan, zouden we heel leuk vinden. Tot de volgende. Doei doei.